Dit lijkt een hele normale oude foto van Enschede, maar er is toch iets opmerkelijks aan. In 1860 maakt textielfabrikant Herbert Strooyink de oudste foto van Enschede. Een boerenkermis in november rond de grote kerk op de markt. Enschede is in deze tijd een boerenstadje. Het telt zo'n 4500 inwoners. Tussen 1860 en 1905 groeit het stadje van 4500 naar 46.000 inwoners. Rond 1930 zien we wel 50 schoorsteenpijpen. Elke fabriek heeft zijn eigen stoomfluit. Elke arbeider herkent dat geluid. Er wordt gedanst op straat. Ruim een eeuw na de boerenkermis en op precies dezelfde plek is zwieren en zwaaien nog steeds belangrijk. De kermis blijft komen. Het schaatsbaantje is er elk jaar weer. Winter Wonderland, ach ja, die eerste foto. Ja, prachtig. De Olemarkt in Enschede. Welkom Peter Scholten, filmmaker, hallo. Regisseur. Afkomstig uit Enschede, maar woont inmiddels al jaren in Rotterdam. U vond een oude foto, een ansichtkaart van Enschede en dacht, daar moet een film over komen. Ik kom uit Enschede en ja. Enschede is nooit uit mij geweest. Dus ik doe af en toe een rondje op internet Enschede. En er zijn natuurlijk duizenden mensen die dat ook doen. Uit liefde voor de stad? Ja, uit liefde voor de stad. Maar nu kijken wat er gebeurt en nu. Bijvoorbeeld de bouw van het Van Eek garage heb ik heel erg gevolgd. Dat vond ik heel reuze interessant, een enorm ding. Toen het klaar was, ben ik er ook direct ingegaan. Maar dan kom je dus ook oude foto's tegen. En dat is heel fascinerend, want het is nog steeds heel erg herkenbaar. En natuurlijk vooral de oude markt. En er bleken ook ongelooflijk veel foto's te zijn. Hè? Want het begon met één specifieke foto, toch? Ja. Ik werd op een gegeven moment door iemand die had een suggestie van dat Concordia aan de markt 100 jaar bestond. En of ik als oud-Enschedeër en filmmaker misschien interesse had om een documentaire te maken over de geschiedenis van Concordia. Toen ben ik gaan kijken op internet en toen was er dus niets te vinden over de geschiedenis van Concordia. En, hartstikke zonde natuurlijk. Maar foto's, heel veel foto's. Ja. En Concordia is dus al gebouwd voor het einde van de 19e eeuw. In 1909 afgebrand. Maar de locatie, niet zozeer het gebouw van Concordia, maar de markt, dat intrigeerde me heel erg. En dat was allemaal privé, dat was speeronderwijs. Dat had nog niks te maken met dat ik een film wilde maken. Wanneer kwam dat moment? Nou, toen ik op een gegeven moment... Ik wist op een gegeven moment dat er heel veel foto's waren. Veel meer dan ik verwacht had. Toen ik de oudste foto die gemaakt was in 1860, dus 2 jaar voor de brand, toen had ik zoiets van, dat is een mooi beginpunt. Dat is ook een soort ode aan de fotografie, 1860. Ja. Zo'n oude foto. En toen begon het te groeien, het verhaal. En daarvoor had ik natuurlijk mijn eigen fascinatie met veel foto's. Heeft u toen een oproep gedaan? Hebben mensen van heinde en verre allemaal oude foto's? Nee. Ik heb in het verleden veel met archiefdocumentaires gemaakt. Een altijd bewegend beeld. Ja. En dus op een gegeven moment waren er dus ook foto's die... foto beweegt niet. Nee. En delen van mijn vorige films kon ik bepaalde sequenties niet dekken. En daar heb ik fotografie gebruikt. Maar door digitale technieken kan je foto's ook in beweging zetten. Ja, je kan het zo monteren met geluid en dat het eigenlijk niet saai meer is. Nee, dat een foto tot leven komt. Ja. En dat zat er ook achter bij deze film. Dat ik mij dacht van, wat een uitdaging zou het zijn om een lange film te maken met alleen maar foto's. Alleen maar foto's. Nou, laten we eens even kijken naar een fragment uit de documentaire, uit de film. Ja. Over iets heel alledaags, als mensen naar de markt gaan. Enschede is een industriestad geworden, maar nog steeds komen de handelaren van heinde en verre naar de markt. Sommige boeren reizen wel 50 kilometer met paard en wagen om hun groenten te verkopen. Hun paard spannen ze uit bij een stalhouderij aan de rand van de stad. Daarna duwen ze met handkracht hun zeilwagen naar de markt. Met loven en bieden via handjeklap komen de boeren tot een prijs voor het vee. Ze ronden de deal af met een borrel bij Barske of bij een van de andere kroegen aan de markt. De veemarkt is nog tot 1933 op het plein. Dan is het te klein geworden voor de veehandel. Ja, het is de muziek, het is de stem, het zijn die foto's, ze gaan echt leven. Mm-hmm. Van wie is die stem? Lau Steenbeke, dat is een acteur die ook in het schaap zit. Daar is een foto van hem. Ja. En ik wilde een geoefende stem, een professionele stem. Iemand die zich kon inleven, maar ook iemand die uit de regio komt. Lau komt oorspronkelijk uit Borne.
En dat, ja... Hij was daarvoor... Het zijn drie sporen. Dus het is het beeld. Daar hebben we het langst aan moeten werken. Daarna is er een commentaarlijn geschreven. En de muziek is gecomponeerd door studenten van de Artes. Onder het bestaande beeld wat ik al gemaakt had. Ja, en dan moet dat samenvallen. En als dat samenvalt, dan zou het goed moeten zijn. Dat weet je niet van tevoren. Nee. En in dit geval is dus met de stem van Laus erbij en zijn betrokkenheid ook, is het... Echt tot leven gekomen. Ja, ja. Was het boven verwachting uiteindelijk het resultaat? Ja. Want het lijkt me nogal een puzzel, al die foto's op een rij zetten. Ja, nou dat is dan mijn werk en daar heb ik wel een soort controle over. Ja. Hoewel de focus, de tijdslengte die je moet houden, het gaat om lengtes. Het gaat om dat ritme wat erin komt en of je verhaal wel vertelt of mensen niet, als er niet te kort staat, maar je mag ook niet te lang staan. En je wilt sequenties maken, dus series van uit dezelfde tijd op dezelfde plek, zodat je het gevoel krijgt dat het beweegt, dat het steeds weer andere dingen zijn. Maar uiteindelijk, pas helemaal aan het einde van het proces, valt dat samen. Ja. En hij draait dus nog steeds in Concordia. Inderdaad, iedere zondag naar ik mee. Ja, tot nu toe, al 2 maanden is het ook wekelijks geweest. Maar het is nu verzet naar, er zijn natuurlijk veel mensen die het gezien hebben. Maar er is nog een kans. Want er zullen nog waarschijnlijk verschillende voorstellingen op zondag te zien zijn in Concordia. We hebben nog een heel mooi fragment met jouw welnemen over de passage uit de oorlog. Talloze bommen treffen de stad. Dat komt door navigatiefouten van de geallieerden. Ze denken dat ze met hun bommenwerpers al boven Duitsland vliegen. Het Blijdensteinhuis, in gebruik als openbare leeszaal, wordt voor de zoveelste keer volledig verwoest. De Duitse propaganda maakt dankbaar gebruik van de fouten. Overal komen aanplakbiljetten te hangen. In februari 1944 werpen Amerikaanse vliegtuigen 12.000 brandbommen en 5 brisantbommen af boven Enschede. De Lange Straat wordt zwaar getroffen. De schade aan huizen, fabrieken, kerken en scholen is zeer groot. 725 gezinnen in de stad raken hun onderdak kwijt. Ja, een heftig passage uit de geschiedenis van Enschede. Ja. U zegt, ik hou van historie. U heeft ook de film Textielbeat gemaakt. Maar ik hou niet van de romantiek die om geschiedenis Nou, romantiek uit. Wel, maar nostalgie. Ja. Dat heeft iets kwijlerigs. Het heeft iets adorerends. En ik ben van de geschiedenis. Ik wil weten waarom, hoe een cultuur zich ontwikkelt. Van feiten, maar ook van de ontwikkeling van mensen, de sociale geschiedenis van mensen. En daar hou ik me het liefst mee bezig. Dat dan iets, want je woont dan nu in Rotterdam. Is dat iets wat je van Rotterdam ook toch graag zou willen doen? Of was Enschede toch wel omdat je daar bent opgegroeid? Nou, wat ik al zei, dat ik veel met archief gewerkt heb, is dus dat ik 10 jaar lang, van 1994 tot 2004, voor TV Rijnmond een wekelijkse archiefserie maakte. Ja. Waarbij eigenlijk... Het ook heel logisch en vanzelfsprekend is van wat ik nu doe. Ja, maar het is wat dus ik hiermee gedaan heb. Het is niet zo dat Amsterdam en Den Haag en Zwolle en Deventer ook allemaal nog gaan volgen. Mijn hart en passie ligt bij Enschede, waardoor ik daar dus ook zo in kon kruipen. Ja. In 1958, toen ik 4 jaar oud was, liep ik ook al over de markt. Ik ging daar naar school, naar de Jacobusschool, die is vlak daarachter. Dus die straatjes, de hele historie van de textiel heb ik nog bewust meegemaakt. Dus dat alle fabrieken in vol bedrijf waren. Ja, en dat neem je dan mee. Ja. En die liefde voor deze regio, want u woont hier niet meer. Plannen misschien om terug te verhuizen? Nou, ik heb wel een hang om terug te gaan, maar ik heb nog schoolgaande kinderen in Rotterdam. En ik ik ga altijd wel naar Enschede of naar Twente terug. Dat heb ik altijd gedaan. En daar was de film natuurlijk ook een mooie reden voor. En dat was op een gegeven moment, mijn familie, mijn ouders zijn overleden. En dat was de logische manier om steeds terug te komen. Ik heb nog heel veel vrienden van de lagere school zelfs nog, die ik nog steeds bezoek en waar ik contact mee heb. Dat is een mooie reden voor. En een project te verzinnen hier, waardoor je toch gewoon betaald en wel hier kan zijn. En de geschiedenis in kan duiken, maar ook naar nu. Ja. We hebben voor een programma Overheid de Kunst van RTV Oost ook de beelden op een rij gezet van hoe het er toen uitzag en hoe het er nu uitzag. Misschien kunnen we daar even naar kijken. Ja, misschien. Want dat is wel fascinerend aan die plek bij de oude markt.
heel veel is nog zo herkenbaar van hoe het er ooit uitzag en hoe het er nu uitzag. Ja. Bijna onaangetast, ondanks de bombardementen. Ja. 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 En die foto's, die, het is alsof je zo terug de tijd in kan wandelen. Dat is mijn intentie ook geweest, hè? De tijdwandeling. En dan van 1860 tot nu. Want de hedendaagse geschiedenis ben ik natuurlijk niet vergeten. Nee, minstens zo interessant misschien wel. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, het zijn prachtige beelden voor iedereen die het dus wil zien. Aankomende zondag draait hij in Concordia, daar waar het allemaal begon. Ja, en de zondagen daarna ook. Dus hij zal het nog vast vaker te zien zijn. Kijk op de website van Concordia. Op de website. Dankjewel. Dankjewel voor je komst. Ja.